Ik zeg toegeven, ik wist niet dat ik zo'n grote groep had, dat ik ze nu op het podium zie. Maar wel nog twee extra muzikanten erbij. Ik ga zelf niet meespelen, ik ga een beetje proberen de boel te dirigeren. Dus de groep doet het op eigen kracht, met behulp van twee collega's op percussie. En we gaan beginnen, we hebben een leuke workshop gehad met wat Latijns-Amerikaanse Caribische ritmes. En er was voor gedeeltelijk zelfs een openbare workshop, want we zaten hier in de kapel. En er waren regelmatig bezoekers die best wel enthousiast reageerden terwijl ze aan de bar zaten en lang sliepen. Dus het waren een paar hele fijne dagen, vond ik. We hebben hard gewerkt. Drie fantastische dagen. Jullie kunnen zelf beoordelen of mijn deelnemers zich hebben overstegen in hun kunnen. Volgens mij wel. Ik ben een beetje vliegende kip. Ik ga misschien rennen, misschien een beetje van links naar rechts. Thank you.
Cumbia sobre el mar. Oftewel Marta La Reina. Muziek uit Colombia. We gaan verder met muziek uit de Antillen. Een Antilliaanse wals. We blijven op de GC. Dit is de muziek uit de Nederlandse eilanden, de Antillen, Curaçao, Bonaire, Aruba. En hele leuke, hele typische dansmuziek ook. Er kan op gedanst worden, kan gewoon de wals op gedanst worden. Met een iets lichtere tred. Dus als er dansers zijn dan, die de wals willen dansen, kan het nu. Is een Braziliaans nummer, Forró. Kan ook heel goed opgedanst worden, maar kan ook leuk naar geluisterd worden. En ik moet erbij zeggen, al deze ritmes zijn eigenlijk een workshop op zich waard.
Maar we hebben de mensen even laten kennismaken met wat Latijns-Amerika allemaal te bieden heeft. Thank you.